welkom. We kijken naar vertering van voedingsstoffen. We gaan door met polysacchariden, koolhydraten. En zoals je weet moeten koolhydraten, als het polysacchariden zijn, eerst verteerd worden voordat ze opgenomen kunnen worden. Hier kom ik zo op. Dit is een polysaccharide en zo wordt hij vaak getekend. En je ziet dat, dat het bestaat uit 6 hoeken. En die 6 hoeken stellen vaak glucose voor. Maar daarin zit vaak, daar zit ook een beetje de crux. Want we zijn wat slordig. Misschien doet het je denken aan een benzenering. Maar eigenlijk zit hier rechtsboven in die hoek. Ik heb er hier 2 uitgetekend. Dat moet dat rode vierkant voorstellen. Dit zijn 2 molecuulformules van die ik zo met 6 hoeken heb getekend. Je ziet dat dit niet een 6 hoek is van alleen maar koolstofatomen, maar je ziet hier een zuurstofatoom zitten. Dat is dus, het is geen cyclohexaan of zoiets. Maar er zit een zuurstof in en dit is mijn glucosemolecuul. Die kan je in Binel's F1, 2 en 3 terugvinden. En wat er moet gebeuren in vertering is dat zo'n heel lang, ik heb er nou 4 van die monosacchariden getekend en aan elkaar geplakt. Maar je ziet hier aan deze symbolen dat mijn keten is veel langer. En dit kan duizenden en duizenden glucosemoleculen lang zijn. Die zitten aan elkaar. En ik heb er eerst 2 losgetekend. Dan zie je hier de 2 H-groepen van deze 2 glucosemoleculen. Die zitten los. En die maken hier een binding. Dat wordt alleen een zuurstofatoom. En dat zuurstofatoom bindt deze 2 glucosemoleculen aan elkaar. En daarmee komt natuurlijk weer water vrij, hè? Want de 2 OH-groepen wordt 1 zuurstof plus een water. Dat is een manier, een condensatiereactie, waarin deze glucosemoleculen ooit aan elkaar zijn gekoppeld. Ja, en hoe zit het dan met verteren? Nou, verteren is niets anders dan dat er hier een soort moleculaire schaar in wordt gezet. En dus die binding wordt weer opengebroken. Dus dit is een reactie die 2 kanten opgaat. Ja, die condensatiereactie die wordt weer ongedaan gemaakt. Dus dat H2O dat moet er weer in, dit zuurstof wat die 2 moleculen aan elkaar bindt, die worden weer 2 OH-groepen. En dan heb ik deze binding verbroken. En dan kan je je voorstellen, als ik dat schaartje, die moleculaire schaar, wat we een spijsverteringsenzym noemen, als ik die voor iedere binding inzet, dan wordt mijn 1 hele lange molecuul, duizenden en duizenden glucosemoleculen. En die kunnen dan op een gegeven moment worden opgenomen in de dunne darm. Dat is het principe van vertering. Er is één maar. Polysacchariden die worden verteerd op een aantal plekken. Die worden verteerd in de mond en in je slokdarm. En dan in de maag niet meer. Waarom in de maag niet meer? Nou, in de maag is het heel erg zuur. Misschien heb je dat wel eens meegekregen als je gekotst hebt. Ja, dat je kots is heel erg zuur. Dat is je maaginhoud. Ik heb hier uitgezet, ik heb hier de pH, dus de zuurtegraad, uitgezet tegen de werking van het enzym. En hier gaan we het later nog meer over hebben. En je ziet dat de pH, en ik heb daar geen getallen op staan op mijn x-as, maar de pH is optimaal voor de werking van het enzym in mijn mond. Maar als ik dat eten dan doorslik, dan slik ik dat gekoude voedselbrei, die slik ik door, die komt langzaam maar zeker in mijn maag. En in mijn maag is het super zuur. Dus dan krijg ik hier deze pH en dan werkt mijn spijsverteringsenzymen werken niet meer. En die gaan dan kapot. En een spijsverteringsenzym is een eiwit en dat gaan we zo bekijken in een volgend filmpje. En dat is een eiwit, als die kapot gaat, dan noemen we dat een eiwit gedenatureerd is. En dan doet het niet meer zijn werking. En zoals deze reactie die is reversibel, dus die kan 2 kanten op. Ja, je kan een condensatiereactie hebben en kan een hydrolyse-reactie hebben. Dat is het omgekeerde. Zo werkt dat niet met een eiwit. Als een eiwit 1 keer gedenatureerd is, dan kan je dat nooit meer omkeren. Dus het spijsverteringsenzym wat ik heb ingeslikt in mijn maag, dat is kapot en dat gaat verteerd worden. Dus wil ik opnieuw mijn koolhydraten verteren, en dat wil ik, want het is al lang niet voorbij. Ja, dan moet ik opnieuw, nadat het voedselbrein mijn maag gepasseerd is, moet ik daar opnieuw enzymen toevoegen. In mijn 12-vingerige darm gebeurt dat, via mijn alvleesklier met name. Maar je darm maakt zelf ook allemaal verteringsenzymen. En die alvleesklier die brengt spijsverteringssappen in die 12-vingerige darm. En daarmee, daar zitten opnieuw polysaccharide verterende eiwitten in. En dan kunnen dus die polysacchariden die nog niet verteerd zijn, die kunnen dan weer verder verteerd worden. En dan kunnen ze in de dunne darm, kunnen ze dus weer geresorbeerd worden.
als enkelvoudige suikers, ja, of monosacchariden. Dus de clue van dit verhaal is dat je dit soort moleculen moet tekenen, ook bij biologie, ook als je geen scheikunde zou hebben, ja, dan is het toch belangrijk om te weten hoe dat molecuul er daadwerkelijk uitziet. Hoewel we vaak tekenen we alleen die zes hoeken, maar het is goed om te onthouden dat dat aan de hand is en dat je dus vaak water nodig hebt bij dat verteren. Goed, dit is alles voor over polysacchariden. Gebruik je BINAS, daar is ontzettend veel informatie in en veel succes!